Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en Qualityflex. Welkom bij de Abel Vooruitblikken, waar we vooruit gaan kijken naar het komende seizoen. De poelendelingen zijn bekend en dan gaan we het er even over hebben, zoals we dat mooi zeggen in voetbaljargon. En dan zijn we aanbeland, of we gaan kijken naar 4F. Nee, we gaan kijken naar 4D. Want ja, Richard Mank, dat is de afdeling waar jij in zit. Jij gaat trainer worden van niet alleen Cabau, wat op zondag gaat acteren, maar ook dilettant in de vierde klasse D. Ja. Je lacht er een beetje, want dit is even een overgang van niet alleen het onderwerp onder nu, hè, maar ook van klasse. Want ja, je had al een dubbelrol bij de Zwerver. Zwerver, Amsterdam en Slikkertje. Ja. Ja, dan ben je op eerste, tweede klas bezig en nou in ene, twee keer vierde klas. Dat zal in ene keer even wennen worden. Hoe heb je dat gedaan? Want ik weet dat Dilettant en Cabau op dezelfde dagen trainen. Dus daar moet er eentje concessies hebben gedaan. Nee, ja, ik ben van mening dat een zaterdagvereniging op maandag woensdag moet trainen. Gelukkig was Dilettant dat ook en hadden ze zelf al het plan om op maandag woensdag te gaan trainen. Dus ja, dat past weer ontzettend mooi in elkaar. En dan dinsdag donderdag bij Cabau. Dinsdag donderdag bij Cabau. En vrijdag bij mevrouw Mank. Vrijdag, sinds dit jaar, hè? Ja, sinds kort mevrouw Mank. Ja, ja. God, nou, bent u er helemaal bij van het wel en wee bij de familie Mank. Laten we het vandaag hebben over de vierde klasse D, de ploegen. Maar voornamelijk even Dilettant ook. Want ze hebben een kleine metamorfose ondergaan. Mogen we dat zo zeggen? Ja. Ja, dat oude jongens teruggaan. Oude jongens weer teruggaan. Uiteindelijk hebben we twee nieuwe jongens. Dat is Roy Schep en John de Reuver. En voor de rest zijn het allemaal oude jongens die terugkomen. En we moesten wel, want er waren uiteindelijk nog maar 13 à 14 spelers over. Afgelopen jaar zijn er ontzettend veel jongens weggegaan tussentijds. Het liep niet. Weet je, waar dat aan lag, weet je, daar kan je iedereen de schuld van geven. Maar volgens mij is het gewoon omstandigheden die dan de das omdoen bij een hoop dingen. En we hebben toen gezegd, ja, als we het willen doen, dan moeten we wel echt op zoek naar spelers. Toen ik aangaf dat ik naar Dilettant ging, toen zeiden gelukkig een heleboel spelers van joh, dat willen we heel graag weer terug. Uh-huh. En ik zei aan de jongens hebben al toegezegd dat ze volgend jaar willen terugkomen. Dus dat zijn allemaal goede tekenen. Ja, dan in één keer hoor je als je in de supermarkt loopt van joh, je gaat kampioen worden. Dat ik bij mezelf denk van nou, laten we eerst maar zorgen dat we lekker gaan voetballen. Maar er staat volgend jaar een heel ander elftal. En ik hoop ook dat er een heel andere sfeer binnen de club komt op dit moment. En dat merken we ook wel, maar... Ik wil ook even dingen anders gaan doen. Ja, want daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Maar twee jaar geleden volgens mij maakte de club bekend. We gaan van zondag naar zaterdag. Met best wel wat verwachtingen. Ook dat de jongens zouden blijven misschien wel. Ja, nou, het kwam uiteindelijk vanuit de spelers. De spelers zeiden van we willen heel graag op zaterdag spelen. Alleen, misschien hadden ze op dat moment een beetje pech dat het bij DCV ontzettend goed ging. En Hans Scheffer zit bij DCV, dus kent ook een hoop jongens. En ik ging op dat moment naar de Zwerver. Ja, en als je dan als speler hogerop kan spelen of je moet vierde klasse gaan spelen. Uh-huh. Ja, dan wil je uiteindelijk de uitdaging aangaan om in de eerste klasse of bij een goed draaiend elftal als DCV te gaan voetballen. Ja. Dus ze zagen heel langzaamaan belangrijke spelers, ervaren spelers, zagen ze weggaan. Ja, dan is het ontzettend lastig natuurlijk. Ja. Ja. Dan gaan er een aantal weg. Er zijn wat ontwikkelingen. Peter van Buren verlaat de club. Jij komt. Er komen een hele hoop nieuwe jongens. Wat gaat er komend jaar anders worden? Nou. Want je moet voor bovenin meedraaien. Ja, daar ben ik niet helemaal met je eens. Weet je, wat wij hebben gezegd is dat we gewoon weer... We willen weer publiek langs de kant hebben. Uh-huh. Natuurlijk willen we bovenin meespelen, maar het eerste belangrijke is dat er gewoon mensen langs de kant staan. En dat De mensen in de supermarkt verwachten dat je kampioen wordt. Ja. Dat heb ik net zelf gezegd. Ja, de mensen in de supermarkt, maar de mensen moeten eerst maar eens een keer gewoon lekker komen kijken. We moeten eerst gewoon eens heerlijk gaan lekker gaan voetballen. En dan gaan we voor de rest wel kijken, want op dit moment kun je nog helemaal niks zeggen. Er staan hele sterke ploegen tussen en je weet zelf niet waar je staat. Want met al het respect, Dilettant was vorig jaar gewoon tiende. In de vierde klasse.
ik denk ook dat de uitstraling van Dilettant niet heel erg positief is geweest in de afgelopen 4 jaar, als ik het zo even mag zeggen. Dus ik, ja, weet je, ik denk dat we eerst gewoon lekker moeten gaan voetballen. En weet je, we hebben nu een heel, de elftal wordt helemaal aangekleed van top tot teen. Dat is allemaal fantastisch geregeld. Er zijn meer sponsoren bijgekomen, die willen ontzettend veel doen voor de club. Er zijn 5 nieuwe teams totaal binnen de vereniging gekomen. Dus er is wel heel veel aan de hand nu. En het leeft wel ontzettend en iedereen is ontzettend positief. Want ja, we hebben elke nieuwe speler hebben we bekendbaar gemaakt via Facebook. Nou, als je zag wel een likes erop kwamen en hoe de reacties van mensen. Dus iedereen heeft er wel hoop in. Maar we hebben eerst gezegd, laten we eerst lekker gaan voetballen. We beginnen. Kijken, want we hebben ook wat jongens terug die al een tijdje niet gevoetbald hebben. Laten we zorgen dat iedereen fit wordt. En lekker gaan voetballen. En dan zorgen dat er op zaterdagmiddag wat gezelligheid is. Dat de kantine niet om 7 uur moet sluiten, maar om 9 uur. Want dat is voor een club als Dilettant, maar ook voor Cabau bijvoorbeeld, ontzettend belangrijk. En van daaruit gaan we wel eens kijken. En dan gaan we wel eens kijken of we bovenin mee kunnen draaien. Of dat we dat het seizoen daarna moeten gaan doen. Natuurlijk, weet je, spelers en ik willen ook heel graag kampioen worden. Maar dat is onze eerste prioriteit. Met hoeveel mensen ga je starten? Ga je 1 en 2 of alleen 1? Nee, we gaan met 1 en 2 starten, dus dat is 34 man totaal. En we hebben, ik denk een trainer of 6. Oh. Ja, we hebben het groot aangepakt. We hebben ook oude jongens weer teruggehaald en jonge jongens erbij gehaald die heel graag wat in de staf wilden doen. Ja, en daar moet een club als Dilettant natuurlijk van hebben. Linies ook? Ja, een spitsentrainer, middenveld, verdedigers, keepers. We hebben het allemaal geregeld. Maar daar ligt het niet aan. Daar kan het niet aan liggen. Nee. Als je dan de tegenstanders bekijkt, hè, er zitten een aantal uit de buurt. Bergambacht, Lekkerkerk, dat zijn lekkere derbies. Ja. DFC misschien wat onbekender. GSC ODS. Ja, weet je, het is fantastisch dat je tegen Bergambacht mag spelen in Lekkerkerk. IFC vind ik dan ook nog wel een beetje. Maar dat je helemaal naar Dordrecht moet. Ja, weet je, dat vind ik zonde. Volgens mij stond er nu een hartstikke leuke competitie. En nu hebben ze een heleboel weer uit elkaar getrokken. En nu moeten we weer met z'n allen naar Dordrecht toe. Ja. Dus ik heb best wel een beetje zoiets van, ja, weet je, moet dit? Deze competitie zo. Want er zijn weinig supporters die meegaan naar Dordrecht. Of van Dordrecht naar Krimp en de Lekker van gezellig meegaan. Nee. Dat gebeurt niet veel. En, je hebt het een paar keer druk. Bergambacht, Lekkerkerk. Ja. Wat zal er nog meer in de buurt? IFC misschien een beetje, maar ook niet echt misschien. Absoluut. Kijk, die clubjes die moeten toch van dat soort dingen hebben. Weet je? Ja. Als ik bij de Zwerver alleen maar neem. Als ze die tegen Nieuw Lekkerland spelen, staan er 1500 man. Ja, dat is natuurlijk kassa voor een vereniging. Ja. Ja, en die kleine clubjes moeten het echt daarvan hebben. En in die week daarvoor. Dat leeft natuurlijk. Ja, dat leeft enorm, natuurlijk. Kijk, de wedstrijd tegen Lekkerkerk leeft nu al, in principe. Ja, die wordt omcirkeld morgen als bekend wordt. Als bekend is de datum, als de datum bekend is, dan gaan we lachen. Dan worden er geen vakanties opgenomen. Nee, dan is iedereen de hele week aanwezig. Ja. Ja. Als je nou naar die afdeling kijkt, je hebt 13 in de pool. Ja. Waarvan zeg je van nou, die kunnen wel eens gaan verrassen of dat is de gedoodverfde kampioen? Nou, ik denk over degradatie hoef ik niet te spreken. Nee, dat is er niet. Kijk, op basis van vorig jaar zou je zeggen dat IFC bovenin meedraait. Maar ik weet ook dat daar een hoop spelers weg zijn. Dus daar kun je geen pijlen op trekken. Zwarte Pijl komt uit de derde klasse. Heeft volgens mij een heel goed elftal. Wat ik aan namen heb gezien. Dus ik denk dat wel een van de kampioenskandidaten is. Excelsior Rotterdam zag ik namen bijstaan. Dat ik dacht van, hé, daar zit kwaliteit. Die zaten in een pool, zeg. Ja. In de derde klas van vorig jaar. Ja. Dus als je daar... Ja, maar als je ook ziet wat daar voor spelers bijkomen. En wat voor elftal daar zo meteen staat. Denk ik dat samen met Zwarte Pijl wel de teams worden die ik nu ken. Waarvan ik zoiets heb van, nou, dat zou wat kunnen worden. Heerlijksberg, maar ik ken voor de rest alle teams van naam, maar niet qua spelers. Maar Heerlijksberg vind ik altijd wel een club met uitstraling en die laat in ieder geval zien wat ze allemaal willen. Polsbroek uit, ook altijd spannend. Ja, maar die hebben vorig jaar niet zo goed gedaan. Maar op basis van vorig jaar kun je natuurlijk niet iemand beoordelen. Dus ik denk dat persoonlijk Excelsior en Zwarte Pijl degene zijn die bovenin het wel een beetje gaan uitmaken. En dan denk ik dat Lekkerkerk zal meedoen.
En dan hoop ik dat Dilettant in ieder geval daarin een rol van betekenis kan spelen. Stiekem een periode, kunnen we dat zo zeggen? Als we een periode pakken, hebben we het hartstikke goed gedaan. Als we kampioen worden, dan hebben we het geweldig gedaan. En als wij aan het einde van het seizoen alle spelers hebben weten te behouden en we hebben voor ons gevoel een goed seizoen gedraaid, dan hebben we het ook goed gedaan. Want dat is eigenlijk de opzet van Dilettant, hè? Een meerjarenplan. Ja, ik heb niet voor niks een contract voor 3 jaar. Om daar in ieder geval iets neer te zetten met alle mensen. En het bestuur wil ontzettend graag. De mensen eromheen willen graag. En de spelers willen ook ontzettend graag. Dus we hebben gezegd, van, ja, we moeten het voor meerdere jaren doen. En we moeten ons nu niet doodstaren op dat we een aardig helftalletje hebben. En dat we bovenin op nummer 1 moeten gaan staan. We moeten ons zorgen dat we het gewoon goed geregeld hebben. En dat spelers misschien een aantrekkingskracht. Of de club in ieder geval een aantrekkingskracht in de regio heeft. En kijk, op dit moment is bij ons in de regio gewoon DCV club nummer 1. Nou ja, ik heb altijd gezegd van, weet je, als je met DCV kan meten, doe het hartstikke goed. Nou, qua jeugd zijn we op dit moment groter. Alleen nou zal de eerste helft al naar een bepaald niveau moeten. Daar moet je tijd voor nemen. Je kan niet in je eerste jaar gelijk al pieken. Dat lukt bijna nooit. Mooi afsluiten. Ja. Kijk, nou, mocht u willen weten, want ook 4D gaan wij natuurlijk volgen het komende seizoen in de terugblikken op de maandag. En vanaf september kunt u die weer gaan bekijken. Ik neem aan dat je weer aansluit volgend jaar. Zeker weten. Dus voor afgelopen jaar was het wat minder. Ja, nadat, drukker, hè? Ja, je had een dubbele functie, maar goed, we willen je ook niet te veel belasten. U kunt in ieder geval 4D weer gaan bekijken. En wij blikken nog eventjes vooruit de komende weken op wat komen gaat. Dus blijf je vooral kijken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en Quality Flex.